Ja, goedemiddag vanuit het business zone van de voetbalvereniging Nunspeet. Ja, het was geen goede middag voor Nunspeet. 0-4, laatste wedstrijd van 2018. Beide trainers hier bij me, Jeroen Spies van DTS en uiteraard Freddy Smit van Nunspeet. We beginnen altijd met de trainer natuurlijk van de bezoekende vereniging. Jeroen, gefeliciteerd, dat ten eerste. Een mooie reeks aan het voortzetten. Ja, zeker. Ik vind alleen dat we daar eerder mee hadden moeten beginnen. Maar goed, daar is heel veel over gezegd bij ons intern en ik denk ook binnen onze groep. Maar goed, het feit is wel, de laatste weken loopt het als een trein. En op voorhand hadden we dit natuurlijk gehoopt, omdat we weten, we zijn in een aardige serie bezig en we zitten goed in ons vel. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het vandaag ook even dan makkelijk zou gaan. Maar ik denk voor de rust was het eigenlijk beslist en eigenlijk was het na 20, 25 minuten al beslist, denk ik. Dus ja, voor ons een mooie zaterdag. Ja, 12 punten uit de laatste 4 wedstrijden totaal. 15 uit 5. 15 uit 5 zelfs. En nu op de 5e plaats van de ranglijst, hè, want jullie hebben een prima doelsaldo. Dus wat dat betreft hebben jullie aardige stappen gemaakt. Had je dat verwacht vanmiddag, dat het uiteindelijk zo gemakkelijk zou gaan? Want ja, 0-4, maar de stand had nog veel hoger kunnen uitvallen. Nee, ja, ik gaf net al aan. Op voorhand verwacht je nooit dat het makkelijk wordt. Al weten we wel dat wij een goede ploeg hebben en kwalitatief goed kunnen voetballen. En bij de beste van deze competitie horen. Alleen we hebben het aan het begin van het seizoen laten liggen. En daar hebben we heel veel van dit soort wedstrijden gespeeld. Alleen trokken we de wedstrijden niet naar ons toe. En dan kom je in een situatie terecht. De ranglijst wat lager en dan denkt iedereen van hé, hoe kan dat? En wat gebeurt er? Ga je tegen jezelf voetballen, et cetera. Maar de laatste weken zie je wel weer dat we gewoon komen waar we horen te staan. Want wij horen nogmaals gewoon bij de betere ploegen van deze competitie te staan. En minimaal bij de top 5. En daarom vind ik ook dat wij in een periode gewoon maximaal scoren moeten kunnen gaan halen. Goed, dat is voor na de winterstop. Dus ik ben niet verrast. Je bent niet verrast, maar goed, desalniettemin, de 5e plaats nu, daar waar je wilt staan. Wat is dan het verschil met de eerste wedstrijden van deze competitie? Nou, het zit er vooral in het scorende vermogen. Als wij puur statistiek gezien hebben wij 4-5 goals gemaakt in 7 wedstrijden. Nou, als je naar de kwaliteit van onze ploeg kijkt, dan kan het een keer tegenzitten. Dan kun je een wedstrijd verliezen, kun je ook een 2 verliezen. Maar dan kun je niet de eerste 4 verliezen waarbij we 3 keer met 1-0 verliezen. En eigenlijk 3-4 keer gewoon ook met ruime cijfers moeten winnen. Eerlijk is eerlijk. Complimenten van heel veel trainers, maar je staat met 0. Dus ja, dan is het wel heel lastig om dat om te keren. Het moet niet in het hoofdje gaan zitten. Ik ben wel blij en vandaag hebben we het ook gezien, het begin van de wedstrijd. Als wij ruimte krijgen en we gaan voetballen, dat we het gewoon kunnen. Dan zijn we heel vast en hebben we genoeg creativiteit en kwaliteit om het uit te voetballen. En dan missen we nog allerlei jongens vandaag ook nog. Dus weet je, ik kan alleen maar tevreden zijn en blij zijn dat we op deze manier de winterstop ingaan. Freddy Smit, voor jou ligt het anders. Tevreden de winterstop ingaan, want DTS was vandaag wel een maandje te groot, hè? Ja, absoluut. Ik denk dat we met een rustig spaat zijn, dat het daar dat 3-0 is en dat het daar gewoon 5-0 kunnen zijn. Zo simpel is het. Compliment ook aan DTS, want ik moet zeggen, samen met NEC Nijkerk denk ik dat ik dat de beste ploeg heb gezien tot nu toe. Dus want er zit echt heel veel voetbal in. Bennekom? Nou, ik vond DTS echt beter dan Bennekom. Ja, zo. Maar goed, ik denk wel dat Bennekom tegen ons, toen de eerste wedstrijd, dan ga ik even vanuit van de woorden van de trainer, een man of 2-3 miste die nu echt basis zijn. Dus, dat zal het verschil misschien maken tot vanaf dat moment, dat weet ik niet. Maar goed, ik kan me richten op wat ik zie. En wat ik zie is dat DTS gewoon een prima ploeg heeft met heel veel voetbal, heel veel geduld in de opbouw. En daar dan de middenvelders vrij spelen. En ik denk dat met name daar ook het manco lag in de eerste helft. Hè. We gingen niet compact spelen, we hadden dat best wel afgesproken. Ook wij hadden wat mutaties en dan hadden we een 4 verdedigers en 2 ervoor gezet. En daar vandaan compact dan spelen met ook de voorhoeders, dat is overigens zeker erbij betrokken. En ja, dat lukt ons niet. En daardoor werden we een aantal keren goed uit elkaar gespeeld. En werden we ook eigenlijk gespaard tot rust. Maar heeft men zich dan aan de afspraken gehouden? Ja, weet je, als je dat zegt, dan is het nergens dat de trainer niet een onderdeel is. Hè? Maar die trainer is ook een onderdeel. En we spreken met elkaar een strijdwijze af. We hebben het in de rust besproken. Ik denk dat de strijdwijze op zich duidelijk was. Dat dat ook uitvoerbaar was. Alleen, dat lukt in het veld niet. Goed, dan de vraag is dan, heb je de goede strijdwijze gekozen? Of wordt het niet goed uitgevoerd? In beide gevallen is wat voor te zeggen waarschijnlijk. Maar waar het om gaat is dat we het in de rustgeval eens bespreken en zeggen van nou, willen wij hier het Zwolle worden van afgelopen week? Of willen we als laten zien dat we toch met elkaar kunnen strijden en proberen hier een zo goed mogelijk resultaat te houden? En dat moet dan vanuit een compactheid.
En dan hopen dat je weer in de wedstrijd kan komen. En dan toch nog wat kan doen. Nou goed, die eerste kans na de rust denk ik dat de kans bij onze spits, die dan de kiest voor de lob die niet goed uitvalt. Ja, als die erin valt, dan kun je misschien nog in de wedstrijd groeien. Maar ik moet zeggen dat de DTS was gewoon vandaag te goed voor ons. Dus terecht de hele. Ze wisten de ruimte te vinden in de eerste helft tussen die verdedigers door. Dan stopt Martijn Dekker nog een strafschop. Het had allemaal nog veel erger kunnen zijn na 45 minuten. Ja goed, dat zijn mijn woorden van net. Hè. We zijn gespaard en met de rust had het meer kunnen zijn. En dus hebben we in de rust gezegd van nou, hier vandaan moeten we verder, wat ik net uitlegde. En dat is absoluut waar. Ja, goed, je wisselt wat, je probeert het zo neer te zetten in zo'n tweede helft dat het in ieder geval wat moeilijker wordt voor DTS. En probeer daar van daaruit wat te creëren. Ja. 0-3 bij de rust. Wat hebben jullie gezegd in de rust? Verder werken aan de doelsaldo of ook op een gegeven moment zeggen van nou, laat ze maar even zwemmen. Nou, we hebben een beetje een vergelijkbare situatie een aantal weken geleden gehad tegen Scherpenzeel. Begonnen ook heel goed aan de wedstrijd, stond ook binnen 20 minuten 3-0 thuis. En toen kregen we eigenlijk net voor de rust een penalty tegen, terwijl ze eigenlijk niet bij ons in de buurt waren geweest. En nu was het dan weliswaar 3-0. Maar goed, ik heb ze wel even de herinnering even voorgehouden, want kijk, we misten ook een penalty. En dan zegt Spiegel is dat, hè? Ja, daarom. En we misten ook een penalty en toch zag je bij Nunspeet wel even van, nou ja, misschien is dit wel een momentje dat we toch even ervan gebruik kunnen maken. En dan zag je heel even 4-5 minuutjes in het veld. Maar daarna zag ik, kijk, met de rust weet je wel van, nou, het is in principe gespeeld dat je geen gekke dingen doet. En nou ja, de eerste beste kans, dat is gewoon nonchalance van ons. Kijk, die jongen van jullie kant afstraf, was die me heel goed eroverheen lepelt. Maar dat, ja, dat is gewoon slordigheid bij ons achterin, dat mag gewoon niet. Maar dan weet je wel eigenlijk dat het gespeeld is. En ja, we moeten eigenlijk snelle 0-4, 0-5, met alle respect voor jullie hoor, want ik bedoel, daar wil ik helemaal niks over zeggen, maar als je naar onszelf kijkt, moeten we die eerder maken. En ook beter uitspelen, in de tweede helft krijgen we zoveel gelegenheid om het in de combinatie waar wij het voor moeten hebben uit te spelen. En dan vind ik ons eigenlijk, ja, een beetje slordig en, nou ja, ongeïnteresseerd daarin. Ja, maar dat kan misschien met de stand op dat moment al te maken hebben. Ja, dat klopt, maar ja, als trainer heb je daar niet veel mee te maken en je moet gewoon afmaken, dus, ja, als je het kan doen, dan moet je het doen. Ja. Je hebt ze niet geïnspireerd om dan toch nog maar een keertje te gaan? Nee, want ik bedoel, we hebben een zwaar seizoen gehad, eerste half seizoen. En je moet op een gegeven moment ook een keer tevreden zijn als trainer. Dus complimenten aan de jongens en naar de winst toch gaan we weer door. Dus 0-4 is prima. 19 januari, hè? Ja, 19 januari, ja. Twee periode weer volgens mij. Dus, waar gaat het mee verder, welke wedstrijd? DOS 37 thuis is de laatste voor ons. Oké, succes. Ja, ja Freddy, ja, hier is de volgende tegenstander van Nunspeet. Maar hoe moet het verder met Nunspeet überhaupt? Ja, waar we mee aan werken. Kijk, ik heb de jongens vandaag toevallig voor de wedstrijd een compliment gemaakt dat we juist de laatste weken beter trainen. Ondanks een wat kleinere groep, hè. Dat is dan wel jammer. Maar daar zul je toch op voort moeten borduren. En met elkaar als team dat oppakken, blijven pakken. Totdat het zich in de wedstrijd gaat uitbetalen. Misschien zijn die woorden vandaag wel een beetje meegenomen. Van ja, het gaat de laatste tijd wat beter op trainen, dus dat we ermee aan de haal gaan tussen haakjes. Van nou, we gaan aan het voetballen, terwijl we juist vanuit die organisatie moeten blijven spelen. En dan de kwaliteiten die we op trainen laten zien verder uitbouwen. Nou, goed, dat is ons vandaag niet gelukt. Misschien hebben we ons wat dat betreft te enthousiast gevoeld en op die manier gaan spelen. Maar we zullen op die manier alleen maar door moeten gaan. Kijk, je hebt nadelen aan mensen die er niet bij zijn. Je hebt ook voordelen dat we daardoor jonge jongens veel sneller in moeten stappen. Vandaag wel een heel jong team, hè, met 4, 5, 19 jaar, 20 jaar. En we willen stappen maken in een aantal jaren. Maar goed, door onze situatie nu zullen we die stappen wat sneller moeten maken dan we misschien wel hadden gewild, ook met de jonge jongens. Want we hebben gewoon heel veel punten nodig om ervoor te zorgen dat we aan het eind van het seizoen gewoon in de eerste klas staan. Ja, want die stap die zal een keer gemaakt moeten worden, want 11 punten uit 12 wedstrijden nu natuurlijk. Ja. Vorig seizoen, na 12 wedstrijden, hadden we 17 punten. Ja. Maar goed, we haalden in de tweede helft van het seizoen heel weinig. Als we het nu andersom draaien, we haalden een paar meer, dan kunnen we daar nog heel wat meer overhouden. Ja, maar als we hadden, dan kunnen we boeken vol overschrijven. Ja, maar nu ga je met mij worden, nou, want jij begon met als, zullen we maar even zeggen. Maar goed, je zult je daar toch aan vast moeten houden. Ik ga ervan uit dat in de winterstop een aantal jongens er weer bij zijn, dat we de concurrentie er groter hebben. En vandaag konden er alweer een paar aansluiten. En dan dat we van daaruit toch de punten gaan pakken die we nodig hebben. Maar nogmaals, we zullen misschien met een aantal mensen wat sneller stappen moeten zetten dan we zelf hadden gehoopt en verwacht. Het kan ook zijn voordeel opleveren straks dat we wat sneller in de komende jaren zullen staan. En daar hoop ik dan ook. Maar die jongens terugkomen, ik ga de vraag toch stellen. Is Freddy Smitten nog op 19 januari op de bank bij Nunspeet? Nou, daar ga ik geen antwoord.
Nee, dat ga ik niet beantwoorden. Dat vind ik zo insinuerende vraag, een belachelijke vraag. Nee, maar goed, het is toch heel relevant in het kader van de resultaten zoals die op dit moment neergezet worden en het spel wat Nunspeet laat zien. Ja, dan moet je naar bestuur. Ja, maar ik stel de vraag aan jou. Dan moet je naar bestuur. Dat is mijn antwoord. Oké, dankjewel. Ik wens je nog succes. Fijne feestdagen. Dit was het vanuit het Business Show. Napraten over de wedstrijd Nunspeet tegen DTS vanmiddag 0-4.